Nou, het probleem zit voornamelijk in de overdagsituatie. Als iedereen te werk gaat. Ik heb een bezetting van 18 man, dat zou in theorie genoeg zijn. Maar ja, overdag iedereen te werk en dan wordt het nijpend. Ja, eigenlijk komt het erop neer, als ze er niet zijn, dan is er geen brandweer. Dat betekent in het allerergste geval dat we buiten dienst zouden moeten en rekenen op onze buren uit Wervershoven of Abbekerk. Ja, dat probeer ik eigenlijk aan alle kanten te voorkomen natuurlijk. Is het al eens gebeurd? Ik heb één keer voor een uitdruk ons op het laatste moment moeten uitmelden. Ja. Brandweer Medemblik is niet het enige korps dat zich een keer heeft afgemeld. Van de 52 posten hebben 28 hiermee te maken gehad in Noord-Holland-Noord. In totaal is het 33 keer voorgekomen. Dit kan gepaard gaan met langere aanrijdtijden. In principe is alles uitgedacht. Hè. We hebben kazerne opvolgorde tabel. Daarin wordt de ene post opgevolgd door de andere post. Of dat het verschil maakt, is natuurlijk de vraag. Hè. Brandt een huis dan ineens niet af of zo? Dat zullen we niet weten. Moeten we ook niet in gaan gissen, denk ik. Bezorgt het jou echt kopzorgen? Ja, absoluut. Ja. Ja, dat is wel een dingetje wat je bezighoudt. Het is een raar iets, want als het goed is, heb je de brandweer niet nodig. Als het goed is, zie je ze alleen op een open dag en hoop je daar eigenlijk dat ze niet bij aan de deur komen. Maar ja, ik denk dat we allemaal wel snappen dat het wel heel belangrijk is. Dus ja, dat houdt me wel bezig, ja.